Vandaag deel 2 van de videoreeks Duits naamvallen. In de vorige video hebben we de eerste en de vierde naamval en Reese en Neese behandeld. Nu gaan we verder. Dit doen we wederom volgens de Bönck-methode. In deze video behandelen we de Ein-groep. Wat is de Ein-groep? In het vorige filmpje hebben we het schema gezien van de eerste en de vierde naamval. Dit schema wordt ook wel de der-groep genoemd. Er zijn namelijk meerdere schema's. Zo heb je ook de Ein-groep. De Ein-groep ziet er als volgt uit. De eerste naamval is nix-e. De vierde naamval is ne-nix-e. De Ein-groep gebruik je bij Ein-woorden. Ein, mein, kein, dein, sein. En nog een paar andere, namelijk ihr, unser, euer, ihr. We zeggen dus voortaan bij de eerste naamval Reese uit de der-groep en nix-e uit de Ein-groep is hij. Bij de vierde naamval zeggen we voortaan Neese uit de der-groep en ne-nix-e uit de Ein-groep is hem. Dus nog een keer, Reese, nix-e is hij. Neese, ne-nix-e is hem. Dit voegt iets toe in het stappenplan. De stappen zien er nu als volgt uit. 1. Stel de vraag hij of hem. 2. Waar hoort hij of hem bij? Reese of nix-e? Of Neese of ne-nix-e? 3. Is het de der-groep of de Ein-groep? 4. Bekijk wat voor woord het is. 5. Kies de juiste uitgang en vul in. We doen nu een voorbeeld in het Duits. Mijn broeder veert ... auto. Dit betekent, mijn broer bestuurt de auto. We vullen weer in hij of hem. Hij of hem veert ... auto. Dat wordt hij. Hij is Reese of nix-e. Mijn hoort bij de Ein-groep. Dus nix-e. Broeder is een mannelijk woord, dus nix. Het wordt dus mijn broeder veert ... auto. Nu het tweede gedeelte. We vullen weer in hij of hem. Mijn broeder veert hij of hem. Dat wordt mijn broeder veert hem. Hem is Neese, ne-nix-e. Het is de der-groep, dus Neese. Auto is een onzijdig woord. Het wordt dus mijn broeder veert das Auto.